Gaan we naar een volgende onderwerp. Dat is een beetje een, wat zou ik zeggen, moet de gemeente zich daar nou mee bemoeien? Het gaat namelijk over de gezondheid van de inwoners. Dat willen ze stimuleren. Er komt een gezondheidsplan voor de gemeente Teylingen. En daar mogen inwoners over meepraten. Hoe krijgen we Teylingen gezonder? Nou, we wilden wel eens weten wat de meningen zijn op straat. Hoe gezond leeft u? Ik kan wel eerlijk zeggen dat ik behoorlijk gezond leef. Ik probeer elke dag voldoende te bewegen. Te wandelen. Ik loop zeker 2 ommetjes per dag. En dan doe ik ook nog wel nog wat fitnessoefeningetjes thuis. En dan eet ik gezond natuurlijk. Dat is ook belangrijk. Ik leef heel gezond. Ik word 83. Dus ik mag niet mopperen. Volgens mij behoorlijk gezond. En hou ik me aan de regels van de corona. En binnenkort, aanstaande maandag, de eerste prik krijgen we. En ja, verder heb ik eigenlijk weinig bijzonders te vertellen. Eerlijk is eerlijk. En ik ben blij dat Warmond een fijne plaats is om te wonen. Waar je heerlijk kunt wandelen. Met onder andere Koude Hoorn, wat toch een grandioos iets is. Niet zo heel gezond. Nee. Nou, ik doe weinig aan sport en behalve zeilen. En that's it. Lekker op het water zijn. Op dit moment minder gezond dan ik zou willen. Nou, ik kan bijvoorbeeld een bepaalde sport die ik altijd deed, kan ik niet meer doen, want dat is een contactsport. Dus dat valt weg. En dat was eens per week heel intensief. Ik moet echt moeite doen om naar buiten te gaan. En lange wandelingen worden lastig, want er zijn nergens sanitaire voorzieningen. Dus daardoor word je beperkt eigenlijk in je bewegingsvrijheid. Ik denk dat ik heel gezond leef. Ja. Ik eet gezond. Ik ben een klein beetje te dik. Maar ik beweeg heel veel. En dan wil de gemeente Teylingen, die wil ervoor zorgen dat de inwoners van Teylingen gezonder gaan leven. Heeft u misschien suggesties voor de gemeente? Ja, nou ja, wat ik eigenlijk nu aan het doen ben, zo'n ommetje lopen, dat zou je best ook als gemeente nog wat meer kunnen stimuleren. Dus kijken of er nog leuke nieuwe ommetjes zijn te verzinnen en daar kan je dan reclame voor maken. Kun je misschien ook eens een keer een leuk evenement bij organiseren, dat mensen trekt, ja, als het weer kan natuurlijk. En dan dat ommetje openen en gaan lopen met elkaar. Veel wandelen, gezond eten. Ja. Ik denk dat het belangrijk is dat je qua voeding ook je houdt aan gezonde producten eten. En geen verkeerde dingen doen. Dat is het enige wat ik eigenlijk daarover zou kunnen zeggen. Ik zou niet weten waarom de gemeente dat nou moet gaan stimuleren. Als we al de huidige zorg hebben en iedereen daar gewoon zijn steentje aan bijdraagt en vooral op zichzelf let, dan denk ik dat we de gemeente niet nodig hebben om ons te vertellen hoe wij gezonder moeten leven. Er zijn mensen die voor zichzelf al naar buiten gaan, maar de mensen die dus niet naar buiten gaan, die worden niet bereikt of die het moeilijk hebben. Dus daar zou iets mee moeten gebeuren, dat je zicht krijgt op de mensen die binnen zitten en die problemen hebben. Nou, ik zou alleen maar bewegen zeggen. Dat het allerbelangrijkste is. Overal op de fiets naartoe, zoveel mogelijk dan. En wandelen. Ja, ik doe zelf heel veel yoga. Dat is voor mij het beste eigenlijk. En veel buiten zijn ook. Ja, maar niet bij elkaar. Goede afstand houden op dit moment nog. Dat was de vraag inderdaad, hoe gezond leeft u? De gemeente Teylingen is dus bezig met een gezondheidsplan op te stellen om de Teylingers gezonder te krijgen. Ja, dan moet ik een voorzichtige inschatting maken. Wie zijn er nou het meest gezond leven van onze groep? Ronald, ik doe een gokje op jou. Hoeveel uur stop jij in sport in de week? Op dit moment veel minder dan mijn lief is. Oh, en hoeveel is het ongeveer? Ik deed ook aan een contactsport onder andere, wat stil ligt sinds corona. Dus dat vaste uurtje is verdwenen. En verder train ik een beetje voor mezelf nog. En ik zat ook nog op voetbal, maar waar ik mee moet stoppen vanwege mijn versleten knie. Dus ik heb wel eens gezonder geleefd dan wat ik op dit moment doe, wat dat betreft. ook natuurlijk toen ik op kantoor zat, liep ik ontzettend veel rond en ik nam altijd de trap, dat soort gewoontes. Nu zit ik de hele dag achter een scherm.
stil en van de ene meeting in de andere meeting. Ja, dat helpt niet om genoeg te bewegen. En ik probeer dan wel tussen de middag een rondje te maken. Maar ja, daar houdt het al zo'n beetje mee op. Dus daar ben ik zelf niet tevreden over. Maar 's ochtends bij de koffie 3 moorkoppen of zo, gek doe je niet? Nee, ik probeer er ook wel een beetje op te letten wat ik eet. Ja. Oké, en de gemeente wil zich bemoeien met jouw gezondheid. Wat zeg je dan? Ja, het verrast me eigenlijk waarom de gemeente... Ja, wat is de... Ik vraag me af wat de drijfveer is eigenlijk van de gemeente om zo'n initiatief te starten. Ik kan me voorstellen dat dat geld ook kost. En dus ja, is het zo slecht gesteld met de gezondheid van de teilingen? Wat is de achterliggende reden? Dat zou ik wel eens willen weten. Misschien de zorgkosten beperken of mensen gelukkiger maken? Ja, geen idee. Wie zal het zeggen? Ja, maar ook qua zorgkosten. Ja, dat is toch ook dan uit een algemene pot. Er wordt landelijk natuurlijk ook wel het nodige gedaan. Ik bedoel, de laatste jaren zie je toch ook wel een trend van dat gezondheid is in. En in mij van ja, de gemeente doet dan mee. Op zich niks op tegen hoor, maar je begrijpt dat ik wel mijn bedenkingen heb altijd van het waarom erachter. Ja. Rob Koek, de gemeente Teylingen, mag die zich bemoeien met jouw gezondheid? Of zeg je, joh, bekijk het even lekker? Ik moet ook dan toch wel zeggen, ik sluit me daar een klein beetje bij Ronald aan. En misschien moet ik het toch wat harder zeggen. Als ik nou van mening zou zijn dat verder alles goed geregeld is in de gemeente. En ze hebben echt niks meer te doen. Dan zeg ik, nou ja, oké, dan heb ik er begrip voor. Maar ik denk dat deze nog eventjes niet bij de gemeente hoort, lijkt mij. Hij staat niet in jouw top 5 van prioriteitenlijstje bij de gemeente, begrijp ik. Nee, ik denk, nou goed, ik denk dat dat ook voor een gemeente heel, heel lastig is. Omdat je individueel beslis je denk ik heel erg of je gezond leeft of niet. En verder denk ik dat het toch meer de gezondheidszorg, dat is eigenlijk toch een beetje een nationaal ding, denk ik. Oké, maar ja, misschien willen ze wel dat inwoner Rob Koek van Sarsheim, dat hij een beetje gezond gaat leven, want ze maken zich zorgen. Wie zal het zeggen? Ja, dat kan, maar goed, dat met de trappen lopen. Ik woon op de 7e etage, dus dat is niet echt handig, want dat is dan net weer 1 trap te ver. Als ik op de 6e, dan had ik misschien maar... Nee, maar... Iedereen is verantwoordelijk, denk ik, een beetje voor zijn eigen gezondheid, toch? Ja. Ja, ik vind dat moeilijk. Ja. Geen taak van de gemeente, hoor ik al bij jou. Nee, dat zie ik niet, nee. Nee. Rosemarie Keizer, het woord ommetje is bijna een modewoord aan het worden, hè? Wandelen, dat is wel een dingetje tegenwoordig. Dat doen heel veel mensen. Leef jij ook zo gezond? Want Warmond, daar kan je natuurlijk fantastisch wandelen. Ja, ik loop me rond. Ik doe iedere dag het ommetje met de ommetjes-app van de Hersenstichting. Moet ik straks nog doen naar achter. Dat wordt echt hard rennen. Maar ik probeer altijd om handig dingen te combineren. Want zoveel tijd om dingen te doen heb ik ook niet. Dus als ik naar de sportschool ga, als die open is, ga ik ook meteen naar de supermarkt. Als ik ga, loop ik vaak met de camera op mijn nek. Nou, ik kan je vertellen, dat is redelijk sjouwen. Als ik ergens ga fietsen, dan ga ik ook ergens foto's maken. Dus dat is dan een combinatie van hobby's. Maar dat doe ik wel heel bewust. Ik ga liever met de fiets dan ergens heen dan met de auto. Maar ja, wat mij zo intrigeert aan de gemeente Teylingen. Kijk, gezondheid is voor een deel ook bij de gemeentes neergelegd. Dus het verbaast me niet dat in het kader van preventie allerlei acties bedacht worden als wandelpaden aanleggen. Maar wij kennen de nota nog niet. En de vraag waar ik eigenlijk mee zit, dat is eigenlijk de startvraag. Want ja, je gaat een nota maken met wat je allemaal op dat gebied wil. Maar weet je op dit moment hoe gezond de gemiddelde Teylinger is en hoeveel die beweegt? Ik kan me niet herinneren dat ik een enquête in de bus heb gehad. Maar stel dat het er slecht voor staat, hè? Dat weet ik van een hoog percentage mensen hart- en vaatziekten hebben in Teylingen, noem maar een dwarsstraat. Is het dan een taak van de gemeente Teylingen om daar werk van te maken richting inwoners, om ze te adviseren? Ja, als ze een deel van de zorgtaken hebben natuurlijk wel. Ze gaan onder andere over de WMO. Als jij fit blijft en Ronald, je knie, ik ken de knieën, die heb ik ook. Maar als je dat goed fit houdt, dan kom jij minder snel achter die rollator terecht. Zo is het natuurlijk wel.
Ja, duidelijk. Ja, daarnaast kan je dan een veel actievere bijdrage als vrijwilliger aan de maatschappij blijven leveren. Dus ja, er zitten wel allerlei kruisverbanden in waar ik nog dik over aan het nadenken ben. Maar ik vond het gewoon vreemd dat het eigenlijk vanuit de lucht dat er zo'n nota komt zonder dat je een harde cijfers hebt. Als je nou zegt van, nou kijk, we hebben een alcoholprobleem onder mensen van 50 plus, waarvan ik persoonlijk denk dat dat er best in een aantal gevallen wel is. Als je dat inventariseert, dan weet je waar je aan moet gaan werken. Maar om gewoon maar te vragen, wat denken jullie dat moet gebeuren? Ja, misschien werkt dat ook, maar ik weet het niet. Komt het uit de lucht vallen, Piet van der Voren? Nou, het is wel zo dat de GGD, de regionale GGD, regelmatig een rapport uitbrengt over verschillende gemeenten, over de gezondheid in de verschillende gemeenten. De GGD die houdt ook enquêtes. En ik denk dat het uitgangspunt van de gemeente die uitkomsten van die enquêtes is. En dat ze dat gebruiken om te kijken of de gezondheid in de gemeente Teylingen beter kan. Ja, is het een taak van de gemeente of is het, hier moet je geen prioriteit aan geven zoals Rob zegt? Nou, de gemeente heeft dat opgepakt en ja, of het een taak is, daar kan je van mening verschillen. In dit geval de betreffende wethouder Arno van Kempen, die heeft dat opgepikt en die is daar actief mee bezig. En als ik denk dat het geen kwaad kan, laat ik het zo zeggen. Overigens ben ik zelf wel door het oog van de naald gegaan, want dat filmpje wat jullie hebben laten zien, dat is vorige week opgenomen bij de supermarkt in Warmond. Ik zag mijn auto op de achtergrond staan op de parkeerplaatsen, dus ik vermoedde dat ik op dat moment een zak chips onder andere aan het kopen was dus. Kijk, dat is nu gezondheid gesproken. Ja, hoeven we die vraag niet meer te stellen. Had toch mooi geweest als wij voor de camera jouw boodschappentas aan het controleren waren. Ja, nee, dat is niet gebeurd. Nou, we gaan zien wat het oplevert, dit onderzoek van de gemeente Teylingen naar de gezondheid van de inwoners.